Goedemorgen en welkom bij het eerste Corporate Finance Werkcollege. Ik hoop dat jullie allemaal wakker zijn en er zin in hebben. Ik in ieder geval wel. Het programma voor vandaag is als volgt. Ik zal eerst even een korte introductie van mezelf geven. Voor degenen die me nog niet kennen, dat jullie weten wie jullie voor je hebben. Dan gaan we een quiz doen met elkaar met 8 warm-up exercises. Warm-up is misschien wel een beetje een overdreven woord, want er zit ook best een pittige vraag tussen. Dus het is gewoon een goede test om te kijken of je het allemaal een beetje begrijpt. En dan ga ik jullie meenemen door de 3 connect exercises die ik heb gepost. En die je hopelijk al hebt geprobeerd zelf thuis te maken. Ja, als het goed is zien jullie hier nu een foto van mezelf helemaal op links. Dit ben ik meer dan 10 jaar geleden, toen ik afstudeerde voor IBA. Dus ik heb zelf ook de internationale versie van bedrijfskunde gedaan hier op de Erasmus Universiteit. Vervolgens heb ik een master in finance en investment gedaan. Ik heb even een periode in M&A gewerkt en ben ik uiteindelijk als strategie consultant gaan werken bij de Boston Consulting Group. En hier zijn enkele van de bedrijven waar ik advies heb mogen geven. Superleuk werk om te doen, dus daar ben ik ook nog steeds heel enthousiast over. Dus mocht iemand van jullie die kant op willen, dat zijn vaak toch wel ieder jaar een aantal studenten, voel je vrij om naar me toe te komen, me te mailen en een gesprek daarover te voeren. Om binnen te komen, om überhaupt op sollicitatie te mogen komen, is al best wel moeilijk. Mocht dat het geval zijn, dan nodig ik je ook uit om met mij een case interview te oefenen. Dus dan oefen je eigenlijk een echte case interview met mij. Hier op de Erasmus Universiteit ben ik op de maandag en de vrijdag. Ja, nu met corona is het een beetje meer af en toe. Wat ik doe voor het eerste en het tweedejaars finance vak binnen bedrijfskunde, zowel IBA als BA, geef ik de werkcolleges. Daarnaast ben ik een internship coach en begeleid ik ieder jaar 10 bachelor scriptiegroepjes. Dus wellicht komen jullie me later ook nog een keer tegen. Nou, deze hebben jullie van de week al gezien. Dit is planningoverzicht. We gaan elkaar 7 weken zien. In mei iedere keer op vrijdag. Voor iedere week heb ik een topic op het menu staan. En vandaag is dat cost of capital. Oftewel weighted average cost of capital. Nou, wat verwacht ik van jullie? Ik verwacht dat jullie voorbereid komen. Dus ik post altijd de opgave die ik ga behandelen online. Zorg dat je daar echt naar hebt gekeken. Dat je het al zelf een poging hebt gedaan. Want dan weet je ook waar je vastloopt en dan is het veel makkelijker mij te volgen tijdens het werkcollege. Zoals jullie vandaag gaan zien, ga ik best wel ingewikkelde dingen behandelen. Dus als je daar nog helemaal niet naar hebt gekeken of niet naar de lectures bent geweest, dan is het gewoon moeilijk om te volgen. Dus doe dat. Tweede is, ik ga ervan uit dat jullie actief mee gaan doen, omdat het een werkcollege is. Leuk als jullie ook echt antwoord geven. Ja, ik ben überhaupt docent geworden, niet om hier in de studio te gaan staan, maar omdat ik de interactie leuk vind, omdat ik het leuk vind om jullie te horen, om jullie gezicht te zien als jullie het begrijpen. Dus fijn dat jullie, de meeste van jullie, je camera aan hebben en dat ik kan zien of je het volgt. En ja, doe vooral mee. En ten derde, alsjeblieft, wees niet verlegen. Ik ben hier om jullie te helpen. Dus als je een vraag hebt, voel je vrij om de vraag te stellen. Dan nog heel even over die vragen. Ik heb even een overzicht gemaakt van welke vraag je waar kan stellen. Dus inhoudelijke vragen, alsjeblieft stel ze in het werkcollege of natuurlijk tijdens de lectures met Florian. Of als je niet daaraan toekomt om het tijdens het werkcollege te stellen, post dan alsjeblieft op discussiebord. Want wat Florian ook al zei, wees niet egoïstisch, dan zien anderen ook de vragen en dan zien anderen ook het antwoord. En dan nodig ik jullie ook uit om in eerste instantie proberen elkaars vragen te beantwoorden. En als jullie er niet uitkomen, ik kijk iedere week op discussiebord. En dan ga ik jullie helpen met het antwoord. Ik krijg echt super, super veel individuele mails van mensen met een inhoudelijke vraag. En ik ben ook nog vaak genoeg gek genoeg om daarop te gaan antwoorden, omdat ik jullie graag wil helpen. Maar daar is gewoon echt niet de tijd voor met 1500 studenten. Dus dat ga ik ook niet meer doen. Post hem op discussiebord of stel me tijdens het werkcollege. Dan voor connect issues. Dus echt als je een issue hebt. Dan kan je gewoon contact opnemen met de publisher. Ik blijf toch ook mails daarover krijgen. Het is gewoon of je hebt het boek gekocht voor het eerstejaars vak met een code. Dan gebruik je die code. Of je hebt dat niet gedaan, dan koop je een code. Dat is het. Verder kan je een 2 weken trial doen, maar dat is niet genoeg voor het vak. Ik krijg mails van moet ik het wel echt kopen? Is de werkcolleges niet genoeg? Is het verplicht om het te kopen? Nee, het is niet verplicht om te kopen. Het is ook niet verplicht om te studeren. Maar als je dit vak wil halen en een beetje goed wil halen, dan zou ik zeker adviseren hem te kopen. Als je hem niet al hebt gekocht met dat eerstejaars boek toen je het toen kocht.
Dan voor grotere vragen qua organisatie kun je uitreiken naar je TA. En verder kan je mij mailen, maar alleen voor suggesties. Zeg maar waar iedereen wat heeft. Bijvoorbeeld kun je alsjeblieft volgend werkcollege dit behandelen. Heel graag, mail me dan. Daar ben ik alleen maar blij mee als jullie me dan mailen. En natuurlijk ook voor persoonlijke vragen, carrièrevragen. Daar kan je ook altijd mij voor mailen. Oké, dan gaan we nu beginnen met de warm-up. Tweedejaarsstudenten weten dat ik dat normaal gesproken heel graag in Kahoot doe. Maar omdat we die 30 seconden delay met YouTube hebben, gaat dat niet. Dus kijk, als jullie nu zien, dan gaat er boven een oranje balkje lopen. Dus ik heb een soort van Kahoot-achtig quizje in PowerPoint gemaakt. Dus als die balk voorbij is, dan is de tijd op. En nu duurt het balkje een beetje lang. Als jullie allemaal pen en papier, rekenmachine, pen voor je hebben. Hebben jullie dat? Dan gaan we beginnen. Super, thanks. Sommigen laten zien, helemaal top. Dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Wat is de CAPM return op een aandeel met een beta van 2, gegeven dat de risicovrije voet 3% is en de marktrisicopremie, dus de market risk premium, 8% is? Is dat 8%, is dat 13%, is het 19% of is het 22%? En voor de mensen in YouTube, je kan antwoorden in de chat als je het antwoord denkt te hebben. Oké, is er iemand in Zoom die mij het antwoord wil geven? Oh, op de een of andere manier werkt de audio nog niet. Nu wel? C. C. Supergoed. Hoe ben je daartoe gekomen? Ja, met die berekening van de CAPM, dus dan doe je die risk-free rate, die 3% plus de beta en dan keer die 8, want de risk-premium is die RM min RF. Supergoed, dankjewel. Dat is inderdaad het goede antwoord. Waren er ook mensen die 13% dachten? Ja, dat is ik. Ja, oh, helemaal niet gek, want deze zit echt in de top 3 meest gemaakte fouten op een tentamen. Eigenlijk hoopte ik dat iemand het foute antwoord zou geven om dat te laten zien. En dat een heel veel gemaakte fout is. Dus ik hoop dat jullie die fout niet gaan maken. Want inderdaad, zoals jij Keile al supergoed zei, die 8% dat is al de return on top of de risicovrije voet. Dus dat is al dus de market return in dit geval is 11%. 11% min 3% is 8%. En dat is al in excess of de risk-free rate. Dus let daar altijd op of de informatie die gegeven is, of dat de market risk premium is, dan neem je die gewoon meteen, of dat het de market return is. En dan moet je nog even de risicovrije voet eraf halen. Volgende vraag. Als het daadwerkelijke rendement 20% is, vergeleken met die 19% die we net hebben uitgerekend dat het eigenlijk zou moeten zijn, is dit aandeel dan overgewaardeerd of ondergewaardeerd? Of is er te weinig informatie om dat te vertellen? Ik zie echt, het is echt grappig. Ik zie in ieder geval in Zoom alles voorbij komen. Heel veel, in ieder geval heel veel A of B. Dus ongeveer de helft die denkt dat het overgewaardeerd is en de andere helft denkt dat het ondergewaardeerd is. Iemand die A had, waarom denk je overgewaardeerd? Iemand die B had dan? Iemand die dacht ondergewaardeerd? Ja, omdat het komt hoger uit dan verwacht wordt. Dus eigenlijk is de verwachte waarde valt onder wat er daadwerkelijk komt. Dus is die ondergewaardeerd. Ja, dat klopt. Ja, dat heb je hartstikke goed. Dus hij zit er boven.
En dat hij erboven zit, dat komt eigenlijk omdat de prijs van het aandeel te laag is. Dus je kan het aandeel te goedkoop voor hoe risicovol het is kopen. Nou ja, wat gebeurt er in de markt als dat het geval is? Weet iemand daar het antwoord op? Als die prijs heel voordelig is, wat gaat er dan gebeuren? Veel mensen zullen de stok opkopen. Precies, dan gaan heel veel, beleggers daarin investeren. Wat de prijs omhoog drijft, weer terug naar het verwachte rendement volgens CAPM. Super hoor. Dan gaan we naar de discount rate. Wat is dat? Is dat het verwachte rendement op een financial asset met een vergelijkbaar risico? Is dat de kosten van het ophalen van kapitaal om een project te betalen, te financieren? Zijn beide correct of zijn ze allebei niet correct en is het gewoon de interest rate? Oh, ik moet niet vergeten mijn oranje balkje te klikken. Yes, ik zie heel veel C voorbij komen. Supergoed, dan hebben jullie de essentie van de lectures deze week echt goed begrepen. Er zijn heel veel mensen die dit heel moeilijk vinden om te begrijpen. En die de termen door elkaar halen, terwijl de termen gewoon precies hetzelfde betekenen. Dus bij WACC, Weighted Average Cost of Capital, die heeft altijd twee kanten. Dus zie je het als een munt, die heeft altijd twee kanten. Aan de ene kant heb je het bedrijf, die dat geld nodig heeft om te investeren in een project. Maar aan de andere kant is er iemand die dat geld geeft aan het bedrijf. En diegene die dat geld geeft aan het bedrijf, de belegger dus, die wil daar een bepaald rendement voor, gegeven het risico van het project. Dus cost of capital of required rate of return, dat is gewoon precies hetzelfde. Nou, dit is dan hoe je WACC uitrekent. Dus je neemt altijd een aandeel van eigen vermogen keer kosten of required return, dus dat is hetzelfde van het eigen vermogen, plus het aandeel van het vreemd vermogen, keer de kosten of required return van het vreemd vermogen. En daar kan je 1 min de taxes doen, omdat rente aftrekbaar is voor de Belastingdienst. En dus ik zag ook op de YouTube chat voorbij komen van, maar is dan required rate of return of equity, dus wat je met CAPM uitrekent, is dat dan hetzelfde als je WACC? Is dat dan je discount rate? Nou ja, als het bedrijf 100% is gefinancierd met eigen vermogen, dan wel. Dan is dat, want dan valt dat hele tweede deel weg. Dan is dat je discount rate, dan is dat je WACC. Maar meestal hebben bedrijven ook vreemd vermogen en dan is dat maar 1 deel ervan. Dan moet je ook het gewogen gemiddelde nemen van het vreemd vermogen erbij. Oké, volgende. Financial leverage. Wat gaat daardoor omhoog? Is dat de equity beta? De asset beta? Beide? Of geen impact op beide. Dus financial leverage, dat betekent op het moment dat je meer vreemd vermogen gaat krijgen. Iemand die het antwoord durft te geven in Zoom. Ik zie jullie ook hier een beetje puzzeld kijken. Dit is ook iets wat heel veel mensen moeilijk vinden om te begrijpen. Maar dat verhoogt enkel de equity beta, dus de beta van het eigen vermogen. Ja, hier staat hoe je beta is uitgerekend, dus de beta van het van de assets, dus van de totale activa. Dat is weer een gewogen gemiddelde van de twee beta's. Maar op een moment, stel je voor, je hebt twee bedrijven, twee competitors van elkaar. En die zitten precies in dezelfde business. Dan is de beta van de assets, dat gaat gewoon om de business waar je in zit. Hoe risicovol dat is, hoe erg het up en down met de markt gaat. Dat verandert niet. Dat is voor beide bedrijven. Als ze precies in dezelfde business zitten, is dat gewoon hetzelfde. Alleen als het ene bedrijf volledig met eigen vermogen is gefinancierd en een ander bedrijf is voor 50% met vreemd vermogen gefinancierd, dan gaat het risico voor aandeelhouders wel omhoog. Waarom is dat? Weet iemand dat? Waarom dan het risico voor aandeelhouders omhoog gaat? Op het moment dat het bedrijf failliet gaat, wie krijgt dan eerst betaald?
de schuldeisers. Precies. Dus op het moment dat je schuld in je bedrijf krijgt, dan gaat het risico voor de aandeelhouders wel omhoog. Dus daarom gaat de beta voor het eigen vermogen omhoog. Maar de beta voor het totale bedrijf, dat verandert niet. Ze zitten nog steeds in hetzelfde bedrijf. In hetzelfde business. Dus hoe risicovol het business is, dat verandert niet. Schrijf heel even die onderste formule over. Dus die beta equity is je beta asset keer 1 plus debt over eigen vermogen. Lezen via Zoom. Oh, oké. Okay. Dan zeg ik hem heel even rustig. Dus hoe je hem uitrekent, de beta van je equity is je beta van je assets keer 1 plus je debt over equity. Dus je vreemd vermogen over je eigen vermogen. Dan gaan we daar nu mee rekenen. Wat is de equity beta voor een bedrijf met een asset beta van 1,2 en een debt to equity, dus een vreemd vermogen over eigen vermogen ratio van 0,5. Zou je misschien nog één keer de formule willen laten zien? Want het is mij niet gelukt om tenminste. Kan je hem lezen nu? Of niet? Dan zeg ik hem. Ja, dus beta equity. Ja, beta equity is beta asset. Keer 1 plus debt over equity. Oh, super. Dankjewel, Gilles. Dat is hem inderdaad. Hij staat ook in de chat. Oké, dus nu jullie die formule hebben, wat is dan de equity beta voor een bedrijf met een asset beta van 1,2? Oh, ik zie al antwoorden binnenkomen. En een debt to equity ratio van 0,5. Nou, de meesten zijn het er wel over eens dat dat B moet zijn. Dus als je de formule gebruikt die ik net ook zei, dan krijg je 1,2 keer 1 plus 0,5. Let op, dus bij je WACC-formule is het altijd bijvoorbeeld debt over het totale vermogen. Dus debt over debt plus equity. Maar bij deze formule is het je debt over equity. Dus je vreemd vermogen over je eigen vermogen. Let op dat je die twee niet door de war haalt. Nou, als je hem dan correct invult, dan krijg je dus een beta van het eigen vermogen van 1,8. Dus je ziet dat die beta hoger is dan de beta van je totale onderneming. Nou, wat belangrijk is om te weten, is dat je equity beta ook wel je levered beta wordt genoemd. Dus dat zijn twee verschillende termen voor precies hetzelfde. Dus dat heeft natuurlijk te maken met je equity beta, die gaat omhoog op het moment dat er vreemd vermogen in je bedrijf komt. En je asset beta, dat wordt ook wel je unlevered beta genoemd. Dus op het moment dat die debt over equity, dat nul is, dan is je unlevered beta hetzelfde als je equity beta. Volgende vraag, dan gaan we naar WACC. Wat is de WACC, dus je weighted average cost of capital, als debt over equity, dus vreemd vermogen over eigen vermogen 0,5 is, je cost of equity 19% is, je cost of debt 6% en het belastingtarief 30% is. Nou, ik zag een paar antwoorden voorbij komen.
Het correcte antwoord was D. Daar zag ik best wel verschillende groeien van voorbij komen. En hoe kom je daaraan? Nou, een dingetje wat hier moeilijk aan was, is dat wat gegeven was, was de ratio van vreemd vermogen over eigen vermogen. Maar wat we moeten weten voor WEC, is natuurlijk je vreemd vermogen over totale vermogen. Nou, dit kan je ook wel opschrijven als 0,5 over 1, toch? Dus dat houdt in dat je vreemd vermogen over je totale vermogen is die 0,5 over 1 plus 0,5. Dus dat is een derde. Nou, en de twee moeten natuurlijk altijd bij elkaar optellen. Dus dit betekent automatisch dat je eigen vermogen over het totale vermogen is dan 1 min dit. Dus dat is 1 over die anderhalf. Yes? Kunnen jullie dat allemaal goed lezen als ik op het bord schrijf? Want ik ga zo superveel op het bord schrijven. Als jullie in de chat even kunnen reageren, ja of nee? Ja, oké, top. Goed om te weten. Dus nou ja, op het moment dat je dat hebt, dan is het gewoon een kwestie van alle getallen in die WEC-formule invullen. En dan kom je op 14,07. Nou, dan gaan we nu naar de meest pittige vraag van de dag, denk ik. Als een bedrijf een na belasting kosten van vreemd vermogen heeft van 5%, dus dit is al na die belasting, en een kost van eigen vermogen van 11%. De target weighted average cost of capital is 9%. Met welke vreemd vermogen over totaal vermogen ratio kan dit bereikt worden, die WEC van 9%? Dus welk aandeel vreemd vermogen moet dit bedrijf binnenhalen om op die target weighted average cost of capital van 9% te komen? Oké, ik zie wat C's voorbij komen. Het juiste antwoord is B. Nou, jullie kennen de formule hopelijk nu van WEC. Als je die vervolgens invult met de getallen die je hebt, dan krijg je dat die 9%, nou ja, je eigen vermogen over vreemd vermogen kan je ook wel schrijven als 1 min je vreemd vermogen over je totaal vermogen. Want die twee samen bij elkaar opgeteld is natuurlijk 1, is 100%. Nou, als je dan wiskundig gaat oplossen daarvoor, dan kom je uit op een vreemd vermogen over totaal vermogen van 2 over 6. Dus dat is 1/3. Ja, en als je die nu ook gaat invullen, dan kom je erachter dat dat inderdaad tot een WEC van 9% leidt. Maar goed, dit was de meest uitdagende vraag. Dus ook logisch dat jullie die niet allemaal meteen goed hebben. We gaan nog even naar een intuïtievraag. Wat is de impact van een verhoging van de liquiditeit op de kosten van kapitaal? Gaan die omlaag? Gaan die omhoog? Is er geen relatie? Of heb je eerlijk gezegd gewoon helemaal geen idee? Oké, ik zag best wel veel B voorbij komen. Iemand met B die wil uitleggen waarom ze denken dat kost of kapitaal, waarom dat omhoog gaat? Ja, ik wil het wel uitleggen. Oké. Ik had B omdat ik dacht, als liquiditeit toeneemt, betekent dat de hoeveelheid cash
cash in het bedrijf toedeent. En ja, cash moet of eigen vermogen of vreemd vermogen zijn. Dus als het vreemd vermogen is, dan neemt het toe, denk ik. Aha, zo. Ja, oké. Dus je bedoelde liquiditeit in het bedrijf. Hoe ik hem hier bedoelde, dat was liquiditeit in het aandeel. Dus hoeveel het aandeel verhandeld wordt op de markt. Oh, oké. Ja, dus dan snap ik je antwoord zo. Dankjewel. Iemand die A had beantwoord, die dat kan uitleggen en ook met deze achtergrondinformatie? Ik had A, omdat als de liquiditeit toeneemt, dan is het makkelijk om te verhandelen, waardoor de rendement die de investeerder verwacht niet hoog hoeft te zijn. Klopt. Ja, super goed. Ja, dus de relatie is een negatieve relatie. Dus het is altijd in het belang van het bedrijf om de liquiditeit van het aandeel te verhogen. Want dan gaan de kosten om projecten te financieren omlaag. Nou, hoe kan een bedrijf die liquiditeit verhogen? Door bijvoorbeeld meer informatie vrij te geven. Dan worden ze gevolgd door meer analisten. Komen er meer analisten, reports over hun bedrijf. En dan gaan meer aandelen, dan gaan meer beleggers aandelen van zo'n bedrijf kopen. Oké, dat... Ik heb een vraag uit de YouTube-chat. Ja. Storm vraagt, is de WACC de discount rate? Ja, dus de WACC is inderdaad de discount rate die je gebruikt voor een bedrijf om te berekenen wat de contante waarde is van een project. Dus als het daaronder wel de voorwaarde dat het project net zo risicovol is als het totale bedrijf, gebruik je de WACC als discount rate voor je projecten. Yes, dus nog een vraag? Nee, dat was hem. Ja, oké, nou super. Dan gaan we naar de eerste opgave. Ik ga hem eerst even voorlezen. We hebben hier een bedrijf genaamd Miller. En die hebben een target. Als er tijd over is, kan vraag 6 dan misschien nog een keer. Oké, ga ik naar kijken. Dankjewel. We hebben een bedrijf, Miller. En die hebben een target debt-to-equity ratio van 0,6. Kosten van eigen vermogen is 18% en kosten van vreemd vermogen is 10%. Als het belastingtarief 35% is, dat is de eerste vraag, wat is dan de WACC? Wat is dan de weighted average cost of capital van dat bedrijf? Dus met welk percentage moeten zij hun projecten verdisconteren? En dan als tweede vraag, zou je als je de financiële manager was van dit bedrijf, dan in een project investeren wat 60 miljoen kost en ieder jaar 15 miljoen oplevert? Dus als je geen finance les had gevolgd, dan zou je denken 15 miljoen voor 5 jaar. 15 keer 5 is 75. Het kost maar 60. Ja, dat ga ik doen. Maar jullie volgen nu finance en dan weten jullie, nee, dat moeten we verdisconteren. En daarvoor gaan we die WACC inderdaad gebruiken. Nou, dan gaan we beginnen met wat er opgelost moet worden. Voor A moeten we eerst oplossen wat de WACC is. Nou, die formule kunnen jullie hopelijk nu dromen. Dat is eigen vermogen over het totaalvermogen. Je gaat wel iets groter moeten schrijven voor de Zoom. Moet ik groter schrijven? Ja, helemaal links op het bord veel slecht leesbaar. Oké, we kijken heel even. Dankjewel dat je het laat weten. Kijken we even naar de camera settings. Gaat het nu beter? Nog iets dichterbij. Nou, ik ga iets groter proberen te schrijven. Maar ik moet ook best wel veel schrijven. Wat we willen oplossen is wat de weighted average cost of capital voor dit bedrijf is. Dus dat is het eigen vermogen over totale vermogen. Keer de kosten van het eigen vermogen. Plus het vreemd vermogen over het totaal vermogen. Keer de kosten van het vreemd vermogen na belasting. Omdat dat onderdeel aftrekbaar is voor de belasting. Ja, ik raad altijd aan om zo'n project, om daar gestructureerd doorheen te gaan. Dus te beginnen van wat willen we gaan oplossen. En dan de informatie die je hebt
overzichtelijk op te schrijven. Dus we weten dat het vreemd vermogen over het eigen vermogen, dat dat gelijk is aan 0,6. Nou, dat kunnen we ook schrijven als 0,6 over E. Dus dat betekent dat het vreemd vermogen over het totale vermogen, wat we nodig hebben voor WEC. Dus dit is hetzelfde als ik V schrijf, is het gewoon totale vermogen. Hè? Dus datzelfde als vreemd vermogen over eigen vermogen. Dat betekent dat dat gelijk is aan 0,6 gedeeld door 1 plus 0,6, dus 1,6. Nou, en dat betekent dan weer dat het eigen vermogen, dat is dan 1 min, dit is het aandeel van vreemd vermogen, dus 0,6 over 1,6. Dan is het eigen vermogen 1 over 1,6. We weten dat het geëiste rendement op eigen vermogen is 18%. Dat is dus wat beleggers willen hebben voor het geld wat zij inleggen, gegeven het risico van dit bedrijf. Nou, en dat is het wat de beleggers willen hebben, dus dat zijn de kosten voor het bedrijf. Voor vreemd vermogen is dat 10%. En het belastingtarief is 35%. Nou, dan hebben we eigenlijk nu gewoon alle informatie die we nodig hebben om deze formule in te gaan vullen. Dus het eigen vermogen. Het eigen vermogen over het vreemd vermogen is die 1 gedeeld door 1,6 keer het geëiste rendement op eigen vermogen keer 18%. Plus het aandeel van het vreemd vermogen over het totale vermogen. Keer het geëiste rendement op vreemd vermogen na belasting. Nou, en dat geeft een gewogen gemiddelde van 13,69%. Is dat duidelijk voor iedereen? Geen vragen hierover? Oké, mooi. Even kijken. Nou, dan was de tweede vraag. Zou je als financieel manager gaan investeren in een project wat 60 miljoen kost en ieder jaar 15 miljoen oplevert? Nou, dus eigenlijk wat we hier moeten oplossen is wat de netto contante waarde van dit project is. En voor de tweedejaarsstudenten, hopelijk weet je nog van je eerstejaarsvak, dan neem je de investering plus de contante waarde van alle toekomstige cashflows. Nou, die contante waarde, die kan je op twee manieren uitrekenen. Of je neemt gewoon ieder jaar neem je de cashflow, 15, dan verdisconteer je hem met hoeveel jaar je hem terug moet brengen. Dus voor het eerste jaar verdisconteer je hem en hiervoor gebruik je de verdisconteringsvoet, wat je weighted average cost of capital is. Tot de macht 1 plus, doe je tot de macht 2. Plus, en dan ga je zo door tot het laatste jaar, wat in dit geval jaar 5 is. Dus dit is nog te doen. Maar soms heb je ook dat het een opgave is met 20 jaar savings. Ja, als je dan op deze manier gaat oplossen, dan begin ik me zorgen te maken of jullie je tentamen op tijd af kunnen krijgen. Dus daarvoor kun je de annuïteitformule gebruiken. De annuïteitformule gebruik je voor vaste cashflows. Dus ieder jaar hetzelfde bedrag. Of met een vaste groeivoet. Maar ieder jaar hetzelfde bedrag in dit geval. En met een fixed eindpunt. Nou, in dit geval is dat over 5 jaar. Dus wat je in dat geval doet,
doe je 15 keer. En de annuïteitformule is dan 1 min 1 gedeeld door 1 plus r, in dit geval die 13. Tot de macht het aantal jaar. Gedeeld door de verdisconteringsvoet. Dus gedeeld door je WACC. Een vraag uit de YouTube. Ja? Het is het livestream. Moeten we op het tentamen percentages ook altijd op 3 decimalen afronden? Op 3 decimalen. Dus in dit geval is het op 2 decimalen afgerond, toch? Dus dat raden we altijd aan, 2 decimalen. Okay. En Arthur vraagt, is de RE, dus de interest on the equity, ook na belasting of alleen de RD? Alleen de RD. Goeie vraag, bedankt dat je hem stelt. Alleen RD, want dat deel wordt gezien als een business expense. En dat is aftrekbaar voor de Belastingdienst. Maar bedrijven mogen niet de RE gebruiken om hun belastingdruk te verlagen. Dus dat gebruik je echt alleen voor je vreemd vermogen. Oké, dan ga ik door met deze. Nog heel even, zet ik hierbij die investering is natuurlijk min 60. Plus, nou en dan had ik hier de twee verschillende manieren hoe je die contante waarde kan uitrekenen. In dit geval, wat ik altijd aanraad, is om deze heel even los uit te rekenen. Wat uit die annuïteitfactor komt. In dit geval komt er uit 3,4588. En dat is een logisch getal. Waarom? We hadden het hier over 5 jaar. Dus je zou verwachten 15 keer iets minder dan 5. Vanwege tijdswaarde van geld. Het is heel makkelijk om hier een raar foutje in je rekenmachine te maken. Waardoor hier bijvoorbeeld een bedrag uit zou komen van 0,028. Ja, dan weet je al, gewoon in order of magnitude, dat dat een fout getal is. Komt hier 328 uit, dan weet je ook dat dat getal niet klopt. Dus je verwacht hier een getal iets minder dan die 5 jaar. Dus dit is die 5 jaar gecorrigeerd voor tijdswaarde van geld. Dus altijd iets minder dan het aantal termijnen. Nou, als je dit nu gaat uitrekenen, dan kom je op min 60 plus... ik heb deze niet uitgerekend. Als je deze helemaal uitrekent, dan kom je op een getal van min 8,12 euro. Oké, we hebben nog wat vragen. Ja. Met betrekking tot de WACC eerst. Waarom zou RD, dus geëist rendement van de banken of obligatiehouders, anders zijn dan de RE, geëist rendement van de shareholders? Waarom gebruiken banken geen CAPM voor vreemd vermogenverschaffing? Nou, soms wordt CAPM er ook wel voor gebruikt. Bedankt voor de goede vragen ook. Maar het is minder risicovol voor obligatiehouders, omdat zij altijd als een bedrijf failliet gaat, eerst betaald krijgen. Dus zij krijgen gewoon ieder jaar sowieso een vast bedrag betaald, hun couponpayment. En op het einde krijgen ze hun nominale waarde terug. En op het moment dat een bedrijf failliet gaat, dan worden zij als eerste betaald. Dus dat is een veel minder risicovolle belegging dan dat je maar moet zien ieder jaar wat je dividend is. En of de waarde van het aandeel omhoog gaat of niet. Dus zoals Florian waarschijnlijk wel in de lessen heeft laten zien, is er gewoon een directe relatie tussen risico en rendement. En eigenlijk moet hij niet vanaf hier lopen, want hij loopt natuurlijk vanaf de risicovrije voet. Zegt dat dat 2% is. Dus dan zit het voor vreemd vermogen zit meer hier en voor eigen vermogen zit hoger, omdat het risicovoller is. Dus dan wil je ook een hoger rendement. En dan vraagt Radna, moet je voor R het afgeronde disconteringsvoet gebruiken? Of behoor je zoals altijd wel het onafgeronde getal te gebruiken? Dus moet je al afronden tijdens de berekening eigenlijk? Ik zou altijd dus precies eigenlijk het zo als ik het hier doe. Dus ik zou het gewoon zo in je rekenmachientje houden. Ik begrijp geloof ik de vraag niet helemaal, want dit is nu gewoon zijn hele getallen. Dus bijvoorbeeld, voorbeeld zou bijvoorbeeld dit zijn, toch? Als je 0,6 ja. gedeeld door 1,6 gaat doen. Ja. En dat zo gaat uitrekenen. Ik zou het gewoon zo in je rekenmachientje houden. Dus tussen haakjes 0,6 en
gedeeld door 1,6. Dus niet het antwoord wat dat betreft kopiëren en dan een nieuwe berekening. Nee, en ik zou je voor je tentamen ook niet te veel zorgen hierover maken. Want al die wekenvragen die komen met name in de multiple choice. En dan gaan we niet zo doen dat er een goed antwoord is als je niet goed hebt afgerond. En zo gaan we het niet doen. Dus het zijn gewoon 4 verschillende antwoorden. En dan is wat er ongeveer bij in de buurt komt, is dat je antwoord. Oké, top. Ik wou wat vragen. Ja. Zou je de annuïteit voor mij nog één keer kunnen opnoemen? En ja. Dan dus ook variabelen, dus welke R is en welke... Ja, dankjewel. Ik zal hem heel even hier gewoon opschrijven, want dat is heel belangrijk. En sowieso, jullie tentamen is nu een open boek tentamen, dus die formule die kan je er gewoon bij houden. Maar het is heel belangrijk uiteraard dat je weet wat de formule is. Dus je doet altijd bij annuïteit, doe je de cashflow keer de annuïteit. En je kan dit ook kort opschrijven met T is, in dit geval was dat 5. En de verdisconteringsvoet, in dit geval was dat 13,69. Nou, dus soms zie je hem ook zo staan. En als je die gaat uitwerken, dan is dat 1 min 1 gedeeld door 1 plus de verdisconteringsvoet tot de macht t gedeeld door de verdisconteringsvoet. Dus dat is de formule. Is die helder? Ik heb een vraag, een opmerking. Ik heb het formuleerblad nog van Finance van vorig jaar. Ja. En die is best wel handig. Ik weet niet of die op Canvas staat, maar misschien voor anderen als die willen hebben. Ja, tuurlijk. Ja. Online gegooid kan worden. Ja, dat kan wel. Dat kan heel erg helpen. Oké, nou, goed om te horen dat het voor jou helpt. Het was natuurlijk een andere docent die het hoorcollege gaf. Dus in bepaalde dingen is het formuleblad anders. Het sluit niet 100% op Hillier aan, zeg maar, op dat boek. Maar als jij zegt het heeft mij geholpen, dan zal het anderen ook helpen. Dus goed idee. Dan ga ik hem online posten. Dankjewel. Nog een vraag van Michiel. Ja. Waarom wordt voor de rechterhelft van de PV cashflows toch 4 decimalen gebruikt in de berekening? Dus... Nou, het is niet echt 4 decimalen. Ja. Het is een percentage van 13,69%. Dus als je die vervolgens gaat gebruiken, dan is die 13,69% inderdaad 0,1369. Ja, dus als het een percentage... Ik zou altijd vanuit het percentage denken. Dus als het een percentage is van, nou ja, in dit geval 13,69%, dan gebruik je hem dus 0,1369. En nogmaals, hier komen altijd superveel vragen over, maar hier hoef je je niet zorgen om te maken. Wij gaan niet op tentamen... jullie willen testen of pesten met als je niet hebt afgerond, dat je dan geen punten krijgt. We willen gewoon testen of jullie het goed begrijpen. Dus daar hoef je echt geen zorgen over te maken. Yes? Is het ook toegestaan om je financiële rekenmachine te gebruiken voor het oplossen met de contante waarde? Nou ja, alles is eigenlijk toegestaan, want het is een open boek tentamen. Okay. Dus als je dat wil gebruiken, kan. Als je Excel wil gebruiken, kan. Als je op Google iets vindt dat je het automatisch kan uitrekenen, kan. Dus maar het is wel, ik leg het allemaal wel uit, omdat ik het belangrijk vind dat jullie het goed begrijpen. Want dan heb je ook door als er iets uitkomt wat niet klopt. Snap je? Dus het is belangrijk dat jullie wel de intuïtie begrijpen. Dan nog heel even over deze. We waren nog niet helemaal klaar. De vraag was of jij als financieel manager zou investeren in dit project van 60 miljoen. Zouden jullie dat doen of niet? Nee. Want je zit, er komt uiteindelijk uit op een negatief getal. Super. Dat betekent dus dat na die hele investering dit dus geen winst. Helemaal goed, hartstikke bedankt. Ja, dus dat, voor tweedejaarsstudenten is dat denk ik een hartstikke makkelijke vraag. Maar of als je primastudent bent en je hebt nog geen finance gehad. Als er een netto contante waarde uitkomt die minder is dan nul, dan betekent het dat het niks oplevert. Dus dat je niet gaat investeren in het project. Even kijken, hoe laat is het? Kwart voor... Oké, top. Dan gaan we nu heel even een pauze houden van een kwartiertje. En dan zie ik jullie daarna terug voor de volgende 2 vragen. En die zijn behoorlijk pittig, kan ik vertellen. Dus neem even een kop koffie en dan zie ik je over een kwartiertje terug om 11:00.
Hallo, welkom terug. We gaan naar ons volgende vraagstuk vanuit Connect. We hebben een bedrijf, Titan Mining Corporation, en die heeft 9 miljoen uitstaande aandelen en 1,2 miljoen, 8,5% semi-annual obligaties uitstaand. Dus dat betekent dat over die obligaties ieder jaar 8,5% coupon wordt betaald, maar dat wordt halfjaarlijks gedaan. De nominale waarde daarvan is 100. Dat is bijzonder, want meestal is dat 1000. De aandelen verkopen momenteel voor $34 per aandeel en deze hebben een beta van 1,2. De obligaties hebben 15 jaar looptijd nog en die verkopen voor 93% van de nominale waarde. De marktrisicopremie is 10%, dus weer marktrisicopremie, niet expected return on the market, let daarop. T-bills verkopen voor 5%, dus dat is je risicovrije voet. En de tax rate, belastingtarief, is 28%. Dus de eerste vraag, wat is de firm's market value capital structure? Wat is de kapitaalstructuur? Dus welk aandeel is vreemd vermogen en welk aandeel is eigen vermogen? Dat is wat hier wordt gevraagd. En dan als dit bedrijf een nieuw investeringsproject heeft waar het mogelijk in wil investeren, welke discount rate moeten ze dan gebruiken? Nou, als dat hetzelfde risico heeft als het bedrijf als totaal, dan gebruik je dus die weighted average cost of capital als discount rate. Oké. Okay. Nou, laten we dit gaan oplossen. Nee, ik neem een blauwe pen. Wat we hier willen oplossen is het percentage vreemd vermogen en het percentage eigen vermogen. De informatie die we hebben is $9 miljoen uitstaande aandelen. De prijs is $34. En de beta van het eigen vermogen is 1,2. Vreemd vermogen 1,2 miljoen. Obligaties. De prijs is 93% van de nominale waarde van 100. Dus dat is $93. En de coupon is 8,5%. En die is halfjaarlijks. Dus semi-annual. Halfjaarlijks. Ja, dankjewel. Goed dat je het aangeeft. Kan de lens weer wat groter, Marcel? De looptijd is 15 jaar. Oké, dan een tip is om ondertussen ook op YouTube mee te kijken om het goed te kunnen lezen. Ik zal er ook continu bij praten, zodat jullie wel horen wat ik zeg. En dan hopelijk begrijpen wat er staat. Oké, wat we nu eerst gaan doen is, we gaan de marktwaarde van beide elementen uitrekenen. Voor het eigen vermogen is dat die 9 miljoen uitstaande aandelen keer de prijs van $34 per aandeel. En dat is $306 miljoen. Voor het vreemd vermogen zijn het die 1,2 miljoen uitstaande obligaties keer de prijs van 93% van 100, dus keer 93. En dat komt uit op, even kijken, 111,6 miljoen. Als je deze bij elkaar optelt, dan kom je op 417,6 miljoen.
En dat is dus de totale waarde van dit bedrijf. Nou, zijn we er dan? Nee, nog niet. Want we willen weten wat het percentage is van ieder element. Dus als je nu... Dit is in dollars. Als je nu als percentage gaat uitrekenen, dan neem je dus die 306 gedeeld door 417,6. Dat komt uit op 0,7328. Dus dat is 73,28%. Bijna drie kwart is gefinancierd met eigen vermogen. En dan is de rest natuurlijk 672. Dus dat is 26,72% is gefinancierd met vreemd vermogen. En dit bij elkaar opgeteld is natuurlijk 1, is 100. Coupon-raise en annual bonds, et cetera, komen niet voor in de colleges. Is dit voor kennis? Ja, dat is voorgaand jaar ook besproken. En ik ga het nu bespreken. En het staat in het boek. Dus dat gaat nu besproken worden. En Risha vraagt, waarom gebruik je niet de nominale waarde? Omdat het gaat om de marktwaarde. Dus als stond er book value, dan gebruik je gewoon de nominale waarde. Maar we willen hier de marktwaarde weten van de obligaties. Dus dan neem je het percentage keer de nominale waarde. Bedankt voor de vragen. Even kijken. Dan hebben we A opgelost. We hebben de marktwaardes berekend. En dan ga ik even... ik ga hieronder verder. Nou, nu willen we natuurlijk weten wat weer die weighted average cost of capital is. Nou, weer dezelfde formule. Je eigen vermogen keer gedeeld door het totale vermogen keer het geëiste rendement op eigen vermogen plus het vreemd vermogen gedeeld door het totaal vermogen die we hier hebben keer het rendement op vreemd vermogen keer 1 min het belastingtarief. Nou, deze hebben we. Check. Die hebben we. Check. Die weten we. Check. Nou, dan gaan we nu eerst deze uitrekenen. Het geëiste rendement van het eigen vermogen kunnen we natuurlijk met CAPM uitrekenen. Dus volgens CAPM is het geëiste rendement op eigen vermogen is de risicovrije voet plus beta keer de market risk premium. Oftewel het rendement op de markt min het rendement op het risicovrije rendement. Even kijken welke info we hebben. Wat gegeven was dat de beta 1,2 is. Verder weten we dat de market risk premium... Die is, even kijken, waar heb ik hem? 10%. En de risicovrije voet is 5%. En het belastingtarief is 28%. Nou, die gegevens hebben we allemaal. En dan is het eigenlijk gewoon een invuloefening. Het geëiste rendement op eigen vermogen is die 5%. Plus de beta, 1,2. Keer 10%. En let op, maak hier dus niet de fout om die 10% min 5% te nemen. Dit is al de market risk premium. Nou, en dan kom je uit, als het goed is, op 17%. Zita heeft een vraag. Ja? Als er om een capital structure wordt gevraagd, moet je de percentages van debt en equity geven en niet de debt to equity ratio? Ze zegt, ik zeg even opnieuw. Als er dus om een capital structure wordt gevraagd, moet je de percentages van de debt en equity geven en niet de debt to equity ratio. Ja, goed. Ja, ik snap je. Ja, een goede vraag. Dus de vraag is, als er om capital structure wordt gevraagd, moet je dan niet debt over equity, maar dan moet je dus debt over value en equity over value. En inderdaad, als er wordt gevraagd wat is de capital structure, dan willen we weten welk percentage is gefinancierd met vreemd vermogen. Dus dat is je debt over je totale value en welk percentage is gefinancierd met eigen vermogen.
Ja, dankjewel. En het is wel zo, debt over equity, dat zegt natuurlijk wat over je capital structure. Maar als die vraag zo wordt gesteld, is dat wat we willen weten. Ja, dankjewel. Is het tot hier duidelijk? We hebben deze nu ook. Ja, geen vragen daar verder over? Want dan ga ik dit uitwissen. Even kijken. Voor deze, of misschien kan ik nog wel hier terecht. Wat we nu nog willen weten, is dat rendement op vreemd vermogen. En dat wordt ook wel de yield to maturity genoemd. Nou, wat hier om dit te kunnen berekenen, is het belangrijk dat je begrijpt wat de waarde van een obligatie is, hoe die wordt berekend. Nou, die wordt eigenlijk berekend zoals iedere waarde wordt berekend. Die wordt berekend door de nominale waarde te nemen van alle toekomstige kasstromen. Nou, wat is dat bij een obligatie? Dus de prijs van een obligatie is de som van alle couponbetalingen, verdisconteerd naar vandaag. En dat is 1 plus die RD, of yield to maturity, hoe je hem wil opschrijven. Tot de macht T. Plus de nominale waarde. Dat is die par value. Die krijg je op het einde. Gedeeld door. En in dit geval is het 15 jaar, dus tot de macht 15. Oké, de couponbetaling, wat is dat bij deze obligatie? Die is 8,5% keer die nominale waarde van 100. Maar die 8,5% moet je gedeeld door 2 doen. Omdat het halfjaarlijkse betalingen zijn. Nou, dan kom je op een halfjaarlijkse betaling van $4.25. Oké, als je dat nu weet. Dus je kan nu deze hier invullen. Die coupon is 4,25. Die moet je dus in totaal. Die T is nu 15 keer 2. Omdat je ieder half jaar een betaling hebt. Dus dat zijn in totaal 30 periodes. Moet je steeds verdisconteren. En die nominale waarde is in dit geval 100. En dit is dus keer 2. Oké, maar dit is nogal een ingewikkelde som om wiskundig op te lossen. Tenzij je daar de genie in bent, gaat dat je niet lukken. Dus er zijn 2 manieren om dit op te lossen. De eerste manier is Excel. Die ga ik jullie bij de volgende som laten zien. En de tweede manier is te schatten door interpolatie. Die ga ik jullie nu wel laten zien. Ook kan ik me voorstellen dat jullie voorkeur uitgaat naar het oplossen met Excel. Maar het is heel belangrijk dat je de intuïtie daarachter begrijpt. Dus dat je doorhebt of een antwoord wel of niet klopt en hoe het dan zit. Daar gaat het om. De relatie tussen het geëiste rendement, de yield to maturity van een obligatie en de prijs, die ziet er zo uit. Dus hoe hoger de yield to maturity, hoe lager de prijs. Hoe lager de yield to maturity, hoe hoger de prijs. Nou, nu moeten we 2 punten vinden om te kunnen gaan interpoleren. En dit wordt de halfjaarlijkse yield to maturity. Nou, 1 punt die kan je altijd automatisch invullen. Want de yield to maturity is gelijk aan de couponbetaling. Als de prijs van een obligatie gelijk is aan de nominale waarde. Dus als de prijs 100 is, dan is die halfjaarlijkse yield to maturity. Dus de prijs is hier par. En dan is de yield to maturity, dus het geëiste rendement, is gelijk aan de couponbetaling. En is dus 4,25.
Of laat ik hem wel hier als percentage. Ja, dan een volgend punt is, we weten dat de prijs van deze obligatie 93 is. Dus dat is een beetje deze kant op. Zal ergens hier zitten. Nou, we willen weten wat daar de yield to maturity is. Nou, daar hebben we nog een punt voor nodig, een beetje deze kant op. Dus laten we eens kijken voor een yield to maturity van 5%, wat dan de prijs is. Waarschijnlijk zit die daar ergens. Nou, dan kunnen we gewoon deze formule gaan invullen. Even kijken waar ik daar nog ruimte voor heb. Dus de prijs voor dat punt is... pak ik heel even deze erbij. Is de couponbetaling. Nou, dan gaan we weer die annuïteitsfactor gebruiken. Dus 1 min 1 gedeeld door 1 plus de yield to maturity. We willen het hier weten voor die 5%. Tot de macht het aantal periodes. 15 jaar keer 2 keer 30. Gedeeld door de yield to maturity van 5% plus die par value. Die moeten we ook nog verdisconteren. En die krijg je helemaal op het einde van de looptijd. Nou, als je dit gaat uitrekenen, dan zit je weer met die annuïteitsformule. Dan kom je op dat de prijs bij een yield to maturity van 5%, die is dan... iets meer dan $88. Dus bij een yield maturity van 5% is die 88,47. Dat is daar. Nou, nu hebben we twee punten. En kunnen we gaan interpoleren. Dus wat we daarvoor moeten doen is, we moeten de slope hier uitrekenen. Zie je dit ook aan? Ja. Oh, ik ga het even hier doen. Ja. Je slope is je delta y gedeeld door je delta x. Dus nemen we die 0,05 min 0,0425 gedeeld door 88,47 min die 100. Let goed op dat je de juiste bij de juiste hebt staan. Dus bij die 5 hoort die 88,47 en bij die 4,25 hoort de 100. Nou, dan kom je uit op een sloop van min 0,0006505. Maar die sloop is toch niet lineair? Nee, niet een hele goede vraag, Axel. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus over de totale linie is die niet lineair. En daarom heet het ook approximate, schatten met interpolation. Dus het klopt niet 100%, maar omdat je maar een heel klein stukje neemt, over een heel klein stukje is die ongeveer lineair. Dus goede vraag. Maar omdat het zo dicht op elkaar zit, voor dat stukje kan je daarvan uitgaan dat je het zo mag gebruiken. Even kijken, we hebben nu de slope berekend. En dan gaan we nu voor dit punt uitrekenen wat dan de yield to maturity is. En dan gaan we hier beginnen. Dus, en dat is wel nog de halfjaarlijkse yield to maturity. Beginnen we bij de 5%. Dan willen we dit stukje naar beneden lopen. Dus dan doen we 93 min
die 88,47. En die doe je keer je sloop. 06505. En dan kom je op een halfjaarlijkse yield to maturity van 4,7%. Nou, de jaarlijkse. Alles is jaarlijks. De rest van je informatie, dit is ook jaarlijks. Dus deze moet je even jaarlijks maken. Doe je dan keer 2 en dan kom je op 9,4%. Zijn hier vragen over? Dit vinden studenten heel vaak heel heftig. Nee, gaat goed? Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Dan gebruik je die. Hebben we nu ook deze in de WAC-formule. En dan is het nu eigenlijk een kwestie van alles invullen. En dan zijn we er. Dus je eigen vermogen over je vreemd vermogen was die 73,28%. Keer het rendement op eigen vermogen van 17%. Plus het aandeel van je vreemd vermogen. Keer de kosten daarvan. Van 9,4%. Na belasting. Waar we die 28%. En dan kom je uit. Op een WACC. Van. Heb ik die opgeschreven? Weet iemand hem? Kan iemand hem roepen? Oh, 14,26%. Dat is hem. T is 30 vandaan bij het berekenen van P. Is dat halfjaarlijks dat de looptijd 15 keer 2 doet? Ja, oh hier, klopt. Ja, omdat het halfjaarlijks is, hartstikke goede vraag. Dus waarom gebruiken we hier 30 en niet 15 jaar? Dat komt omdat de betaling halfjaarlijks is. Dus je hebt voor 15 jaar lang 2 keer per jaar een betaling. Dus dat zijn in totaal 15 keer 2 is 30 periodes. Ik heb zelf ook nog een vraag. Ja. In het boek, in het nieuwe boek, dus de druk 4. Ja. Waar ik de uitleg van vinden, is dat in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5, ja. Okay, prima. Ja, goede vraag. Dus mocht je zeggen van die prijs van een obligatie berekenen, dit echt, ik ben compleet lost. Hoofdstuk 5. En mocht je nog, ja, natuurlijk. En mocht je meer willen lezen over de annuïteitsformule en zo, wat we ook best veel gebruiken, dat is hoofdstuk 4. Dus die twee hoofdstukken is wel goed om even door te nemen. Geen vragen? Nou, dan ga ik deze even uitwissen. Oh, Arthur vraagt nog wel. Is RD, zijn dat de kosten van vreemd vermogen na de belasting of het rendement op vreemd vermogen? Of zijn deze bedragen gelijk aan elkaar? Ja, dus goede vraag, Oscar. Dat is ook wat ik in die quiz probeerde duidelijk te maken. Vanuit de belegger gezien is het geëiste rendement. En vanuit het bedrijf gezien zijn het de kosten van kapitaal. Dus dat rendement en kosten, het is hetzelfde. Alleen de een is vanuit het beleggersperspectief en het ander is vanuit het bedrijfsperspectief. In dit geval, of wat we uitrekenen, dat is voor belastingen aftrekken. Dus dat moet je zelf nog doen. Soms in een vraag wordt er al gegeven van RD after tax is huppelepup. Oké, dan is het dus na belasting. Maar als je het zo uitrekent, dan is het uiteraard voor belasting. En Annika vraagt, is er een kans dat er in het tentamen een vraag wordt gesteld waarbij je de yield to maturity op deze manier moet berekenen? Of is er altijd de mogelijkheid om dit in Excel te doen? Nou ja, nogmaals, jullie hebben een open boek tentamen, dus wij kunnen niet zien hoe jij hem oplost. Dus ja, tuurlijk, je kan hem in Excel oplossen. En alsnog is het belangrijk dat je wel de logica begrijpt, want daar kan naar gevraagd worden. Dus het is belangrijk dat je begrijpt dat er een inverse relatie tussen de twee is, dat de yield to maturity gelijk is aan de coupon als de nominale waarde gelijk is aan de prijs van de obligatie. Dus al die dingen, die moet je wel goed begrijpen. Dus dat plaatje wat ik tekende, hoe dat werkt, dat wordt wel verwacht dat je dat begrijpt.
volgens mij zei de professor gisteren tijdens het hoorcollege dat hij niet op het tentamen gaat vragen omdat het vooral schat is. Of anders een Excel-invul is. Dus dat hij waarschijnlijk, als hij er een vraag over stelt, op jullie early wel kon geven. Dat je die niet met een Jotte Majority uit moet rekenen. Nou, kijk, Florian die maakt het maar het open deel, ik maak het meer keuzedeel. En we zitten volledig op een lijn dat wat wij willen testen is echt belangrijke kennis die je kan toepassen in de real world. En daar zou je ook Excel gebruiken. En dan is het gewoon zo gedaan. Ja, willen we dat gaan vragen, ja of nee? Dat ga ik nu niet per definitie zeggen dat dat niet zo is. Maar je kan in ieder geval Excel ervoor gebruiken. En dat ga ik in de volgende vraag laten zien hoe dat dan werkt. Oh. Ja, oké. We hebben nu een bedrijf, Bottled Water. Dat is een Europees bedrijf. En die hebben de volgende kapitaalstructuur. En de vraag is dan vervolgens natuurlijk weer, wat is nou de weighted average cost of capital van dit bedrijf? Ja, dit is een bedrijf met vreemd vermogen en twee verschillende elementen vreemd vermogen. Dus ze hebben zowel 8% coupon obligaties als obligaties zonder coupon. Dus dat noem je zero coupon obligaties. Daarnaast hebben ze zowel normale aandelen als preferente aandelen. Nou, en wordt er allemaal verschillende informatie gegeven die ik zo zal overnemen. Nou, om alvast te zeggen, dit wordt door ons gezien. En wat Florian ook al zei, we gaan waarschijnlijk een kwart van de vragen. Die zijn challenging. Zo'n soort vraag, dat zien wij als een uitdagende vraag. Want je moet heel veel verschillende stappen nemen. Dus je moet de market value van ieder van de vier elementen uitrekenen. Je moet de cost of equity uitrekenen, die van debt. En dat ga ik in Excel laten zien. En dan moet je dat allemaal samenvoegen om de WACC uit te rekenen. Ja, dus laten we daar maar gewoon mee gaan beginnen. Borisje, nog voordat je begint, heeft ja. een vraag. Ze zegt, dus stel, de prijs is de nominale waarde en de couponbetaling is 5,25. Dan is het percentage van de yield to maturity toch 4,25? Nee, die 4,25, dat is de couponbetaling, dus die staat vast. Dus omdat het een 8,5% obligatie was, is de coupon, dat verandert niet. Oh, ik ga me heel veel hier schrijven, anders dan. Is die 8,5% gedeeld door 2, omdat die halfjaarlijks is, keer 100. Dus dat is 4,25. Dat staat vast. Dus in je annuïteitsformule verandert die niet. Dus in die annuïteit doe je die cashflow. Nou, dat is je couponbetaling van 4,25. Die doe je keer de annuïteitsformule. En daar is je yield to maturity van 5%. Maar op het moment dat je yield to maturity precies gelijk is aan 4,25%, dan ga je hem helemaal invullen en dan kom je uit hier op een waarde van 100. Dus als je dan hier invult. Plus natuurlijk die laatste betaling. In dit geval, omdat dus je coupon gelijk is aan je yield to maturity, van dit is dus de yield to maturity, dan kom je op een prijs die gelijk is aan je nominale waarde. Yes? Dankjewel. Oké, alsjeblieft. Oké. Nou, wat we weer willen oplossen is de WACC. En aan de hoeveelheid waarmee we die hier vandaag alleen al hebben besproken, kun je wel proeven dat dit vast een onderdeel van je tentamen gaat zijn. Nou, we gaan eerst weer even alle informatie gestructureerd opschrijven. Dus we hebben 4 soorten kapitaal. De gewone aandelen, preferente aandelen, de zero coupon bond obligaties en de 8% obligaties.
Even kijken. Hier hebben we er 2, heeft het bedrijf er 2 miljoen van uitstaan. Voor een prijs van €65 per aandeel. En de beta is 1,1. Preferente aandelen, daar staan er 120.000 van uit. De prijs is 112. En het dividend is 6,5%. En dat is altijd 6,5% van de nominale waarde. En die is 100. Eline vraagt over preferente aandelen. Kan het verschil tussen gewone en preferente aandelen aangehaald worden? Ja, dus goede vraag, dankjewel. Preferente aandelen, die zitten een beetje tussen gewone aandelen en obligaties in, qua eigenschappen. Dus in het geval van bankruptcy, als een bedrijf failliet gaat, dan worden eerst preferente aandelen uitbetaald. En de preferente aandeelhouders uitbetaald en vervolgens pas de gewone. Daar staat tegenover dat stemrecht, dat ligt weer bij gewone aandeelhouders en niet bij de preferente aandeelhouders. Dus aandeelhouders willen natuurlijk altijd iets van veiligheid hebben, van dat ze invloed hebben op wat er met het bedrijf gebeurt. Helemaal als jij als allerlaatste betaald wordt. Dus gewone aandeelhouders, die worden pas als allerlaatste betaald. Preferente aandeelhouders eerder, maar daarvoor geven ze wel een stukje stemrecht op. Yes? Ja. Even kijken, de zero coupon bonds, daar zijn er 150.000 van uitstaand. En de prijs is 13,85% van de nominale waarde. In dit geval is de nominale waarde niet benoemd. Als het niet benoemd is, dan is dat €1000. Dat is zeg maar de standaard binnen obligaties. De uitbetaling van de coupons, als dat niet benoemd wordt, dan is dat halfjaarlijks. Dat is ook de standaard bij obligaties. Maar maak je geen zorgen voor tentamen. Zullen we die informatie wel altijd geven. Maar als je in Connect dat er niet bij ziet staan, dan is dat de standaard. De looptijd is 30 jaar voor deze. En dan heb je nog de 8% bonds. Dat zijn er 50.000 in totaal. De prijs is 119,8%. En de looptijd daarvan is 25 jaar. Nou, de eerste stap die we hier gaan nemen is uiteraard de marktwaardes uitrekenen. Ja, want Sita vraagt, moet je voor het berekenen van de capital structure altijd de marktwaarde gebruiken? De goede vraag. Nee, als er staat bereken de book value capital structure, dan moet je de boekwaarde capital structure gebruiken. Dus dan in dat geval zou je gewoon de nominale waarde van de obligaties gebruiken. Dus dan zou je dat gebruiken. Ja, super. Maar in principe, dus dat is nog goed om te benoemen, eigenlijk meestal wel, want voor het berekenen van een goede WACC gebruik je market values. Dus dat is, als je die informatie beschikbaar hebt, dan gebruik je altijd market value. Dat is de goede manier van een WACC berekenen, op basis van market values en niet op basis van book values. Oké, de market values, even kijken. Die ga ik hier even uitrekenen. Dus hier doe je 2 miljoen keer die prijs van 65. En dat geeft een marktwaarde van 130 miljoen. Dus dat keer die. Voor de preferente aandelen doe je het aantal keer de prijs van 112. En dat komt op een marktwaarde van 13,44 miljoen. Voor de zero couponbonds doe je die 150.000 keer het percentage van 13,85%. En dat doe je nog eens keer de nominale waarde van 1000. Dan kom je uit op 20,25
7,75 miljoen. En voor de 8% couponbond weer hetzelfde, dus de 50.000 keer 119,8% keer een nominale waarde van 1000. En dan kom je op een bedrag van 59,9 miljoen. Als je deze bij elkaar optelt, dan is de totale waarde, de totale marktwaarde van dit bedrijf, is dan 224,115 miljoen euro. Dus dit is de marktwaarde in euro's. Nu zijn we er nog niet. Nu gaan we het ook als percentage, weer uitrekenen. Nou, je ziet al meteen dat die gewone aandelen, die zijn het grootste deel. Dus 130 miljoen van de 224. Dat is 58,01%. Nou, die preferente aandelen is maar een klein aandeel. 13,44 gedeeld door 224 is 6,00%. Een nul coupon obligaties 20 gedeeld door 224 kom je op circa 9,27%. En als laatste de 8% coupon obligaties. Dat is ook best een groot aandeel, de 59 gedeeld door de 224. Dat is ongeveer een kwart. Dus dat is 26,73%. En dit totaal moet natuurlijk weer 100% zijn. En dat klopt. Nou, dan hebben we het eerste deel gehad. Dan gaan we nu naar stap 2. En dat is uiteraard de returns berekenen. Nou, we waren gewend om dat maar voor 2 te hoeven doen. En nu moeten we dat 4 keer doen, want het zijn 4 verschillende types van kapitaal. Met 4 verschillende geëiste rendementen. Met 4 verschillende kosten voor het bedrijf. Nou, gaan we beginnen met de gewone aandelen. Dat rendement berekenen we uiteraard weer met het Capital Asset Pricing model. Nou, in dit geval was gegeven dat de risicovrije voet 4% is. Dat beta 1,1 is en dat de market risk premium 5% is. Nou, als je dat bij elkaar optelt, dan kom je op een geëist rendement voor het eigen vermogen van 9,5%. Dan gaan we naar de preferente aandelen. Het geëiste rendement op preferente aandelen kan je uitrekenen door dividend te nemen en dat te delen door de prijs. Dus het dividend, dat even opschrijven, is dividend gedeeld door de prijs. In dit geval is het dividend 6,50 euro. En je deelt het door de prijs van 112. En dat geeft een geëist rendement van 5,8%. Nu hoop ik dat wat jullie meteen opvalt, omdat jullie de stof beginnen te begrijpen, dat is dat het geëiste rendement op preferente aandelen lager ligt dan op gewone aandelen. Is dat logisch? Ja, dat is logisch, want ik heb jullie net uitgelegd dat preferente aandeelhouders eerder betaald krijgen. Dan voor de nulcouponbond gaan we daar de return voor uitrekenen. Die kan je op zich wiskundig best wel makkelijk uitrekenen. Want je weet dat de prijs 13,85% van 1000 is. Dus dat is 138,50 euro. Je hebt geen couponbetalingen. Dus je hebt alleen die eindbetaling van de nominale waarde van 1000. En omdat je weer met die
halfjaarlijkse betaling zit voor gewone obligaties. Zou je hem hier ook eerst halfjaarlijks uitrekenen? Nou, dan krijg je hier dus 2 keer de looptijd van 30 jaar. 60. Nou, dit kun je wiskundig gezien best makkelijk met kruiselings vermenigvuldigen oplossen. Maar ik ga zo voor de volgende het in Excel laten zien. Deze kan je ook in Excel doen. Dus dat is nog makkelijker, maar je zou zo 1000 en dan 138,5 keer dit deel. Doe je tot de macht 1 gedeeld door 60. En dan kom je hier op een geëist rendement van 6,71%. Return on debt voor de 8%. Ga ik nu laten zien. Ik ga nu naar mijn Excel toe. En dan ga ik laten zien hoe dat werkt. Deze Excel zou ik ook voor jullie online zetten. Dan kan je hem gewoon zelf gebruiken. Oh, ik zal hem even iets groter maken. Ja, als het goed is, zien jullie nu goed. Oké, wat kunnen jullie me helpen hem in te vullen? Wat was de nominale waarde voor deze obligatie? In Zoom, kunnen jullie me roepen? 1000. Ja, 1000, super. Wat is de couponbetaling? 1%. Wat is de jaarlijkse coupon? Iemand? De jaarlijkse coupon is gegeven, dat is gewoon 8%. Hoeveel coupons per jaar? 30.000. Sorry, wat is 30.000? 50.000. Oh, dat zijn het aantal obligaties heb je het nu over. Dit gaat over hoeveel couponbetalingen per jaar. Dus als het halfjaarlijks is, dan heb je dus 2 couponbetalingen per jaar. Per 2 couponbetalingen per jaar. Hoeveel years to maturity? Die is gewoon 20. Super, dankjewel. Die is 25. Dankjewel, Michiel. Oh, ja, 25. En wat is de huidige prijs? Wat is de huidige prijs? Door 19,8. Ja, 1198, toch? Want dat is die 119,8% van de nominale waarde van 1000. Let op, want die moet je altijd negatief invullen. En dan kom je dus uit op een yield to maturity. Dus dat zijn de kosten voor dat vreemd vermogen, die 8% couponbetaling, die is 6,4%. Willen jullie dat ik de zero coupon ook nog invul? Of volgen jullie het wel? Ja, ook niet. Gaat goed? Oké. Ik heb hier nog een paar vragen. Ja? Gilles vraagt, hoe berekenen we ook alweer de marktwaarde van de coupons? Hoe je de marktwaarde van de coupons, die staat gewoon vast. Dus de marktwaarde van de coupons is altijd... In dit geval zou dat 40 euro zijn, want je hebt 8% van de totale nominale waarde. Dus 8% van 1000 is 80. En omdat het halfjaarlijks is, deel je door 2. Dus 80 gedeeld door 2 is 40. Dankjewel. En Joey vraagt, waarom wordt dividendpercentage over de marktprijs genomen en niet over de par value? Omdat dit de prijs is die je in de markt ervoor moet betalen. Dus dat is dan ook het daadwerkelijke rendement. Ja, dankjewel. Oké, super, dankjewel. Nou, deze hebben we in Excel uitgerekend dat dat 6,4% is. Nou, en dan de laatste stap. Dat is alles nu gewoon in je... WACC-formule invullen. Dus je WACC is dit aandeel
Dus 58% keer het geëiste rendement erop, keer die 9,5%. Plus dat aandeel, dus 6% keer het geëiste rendement daarop van 5,8%. Plus het aandeel van die nul coupon bond. Dat is 6,71%. Let op, dit zijn obligaties, dus die zijn aftrekbaar voor de Belastingdienst. Dus dat doe je na belasting. Even kijken, wat was de belasting bij deze vraag? 40%. En plus die 8% couponbond. Keer het geëiste rendement daarop van 6,4%. En ook dit is weer aftrekbaar voor de Belastingdienst. En als je dit uitrekent, dan kom je uit op een WACC van 7,26%. Dat is hem. Ja, ik zit ook ondertussen naar de tijd te kijken. Ik moet zo het werkcollege in voor IBA. Dus laten we een laatste rondje wrap-up vragen doen als die er zijn. Ja, Alejandro heeft nog een vraag. Ja. In de opdracht staat toch niet dat de prijs een percentage is? Ik weet niet van welke prijs je bedoelt. Van de obligaties misschien? Dat wordt inderdaad niet benoemd als percentage, maar dat is wel altijd een percentage. Dus een quoted price, zoals die bij obligaties wordt gegeven, daar staat niet een percentage achter, maar dat is wel een percentage. Dankjewel. En Mahan vraagt, wordt de RD op Excel door dezelfde formule uitgerekend als met de hand? Of is de Excel-uitkomst preciezer? Ja, de Excel-uitkomst is preciezer. Want met dat tekeningetje dan is het wat iemand al goed benoemde. Het is eigenlijk natuurlijk niet een rechte lijn. Dus het wordt geschat. Dus met Excel is het preciezer. Ja. Is het ook zo dat dan de standaard is dat het de semi-annual bond is? Want in de opgave zie ik ook waarvan een 1% coupon rate staan. Maar het is niet semi-annual payments of iets dergelijks. Ja, dankjewel Mark voor je vraag. Inderdaad, de standaard bij obligaties is dat de couponbetaling halfjaarlijks is. Dus tenzij anders vermeld, is dat de standaard bij obligaties. Net als dat de standaard bij obligaties is dat de parwaarde, de nominale waarde 1000 is, tenzij anders vermeld. En Matthijs vraagt of je nog één keer de WACC kan doorlopen. Nog één keer de WACC kan doorlopen? Ja, dus de WACC uit hoe ik hier ben gekomen, van deze specifieke WACC, of WACC in het algemeen. Oké, van deze specifieke WACC heb ik voor ieder element het aandeel genomen. Dus in totaal is 58% van de totale waarde van het bedrijf bestaat uit gewone aandelen. En het rendement op gewone aandelen, die hadden we uitgerekend. Het geëiste rendement is 9,5%. Dus we doen dat aandeel van gewone aandelen keer het geëiste rendement. Nou, zo doen we het eigenlijk voor ieder. Preferente aandelen is 6% van het bedrijf keer het geëiste rendement op preferente aandelen. Dan gaan we nu naar obligaties en obligaties. Omdat dat aftrekbaar is voor de belasting, moet je dat element van belasting meenemen. Maar voor de rest is het weer hetzelfde. Dus je neemt weer het aandeel keer het geëiste rendement. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Wat ik ga doen is, ik ga dat formuleblad gaan. Ik ga sowieso mijn slide hiervan uploaden. Ik ga het formuleblad uploaden. En wat ik ook ga doen is heel even een begrippenlijst uploaden van Engels naar Nederlandse begrippen. Want heel jullie boek is in het Engels. Daarom hou ik mijn slides ook in het Engels aan. Florian praat in het Engels. Maar het is verplicht dat jullie tentamen in het Nederlands krijgen. En daar krijgen jullie uiteraard wel steeds een vertaling bij. Dus maak je daar geen zorgen over. Maar ik denk dat het toch handig is om even de begrippen van Nederlands en Engels naast elkaar te zien. Dus dat ga ik ook doen. Nou, dan was dat het voor vandaag. En hoop ik dat ik jullie volgende week zie. Doei doei. Bedankt. Doei doei. Bedankt. Doei.